Meer groen toevoegen aan je leefomgeving oogt mooi en is ook goed voor de omgeving. Dit kan gedaan worden door het planten van vormbomen. Bij Mabo Boomkwekerijen weten ze hier alles van. We spreken Niels Maurits om hier meer over te leren. Vormbomen hebben meerdere functies. Omdat de tuinen in Nederland steeds kleiner worden, kan men ervoor kiezen om een leivorm te plaatsen. Deze zorgt voor een extra stukje privacy, omdat het een verlenging is van je schutting. Je kan er ook voor kiezen om een dakvorm te plaatsen. Deze geeft meer schaduw en verkoeling in de tuin, waardoor de mens meer kan genieten van zijn eigen tuin. De vormbomen worden vanaf jongs af aan geteeld. Na 3-4 jaar zijn deze geschikt om uit te leiden of een dak van te maken. De klant die bepaalt uiteindelijk welk rek erin komt. Dus of het 1,50 breed is of 1,20 breed. Of aan de ene kant 1 meter breed en aan de andere kant 2 meter breed. Dat is allemaal mogelijk. Het is ook mogelijk om vanaf de grond of eventueel vanaf 3 meter. Alles is eigenlijk mogelijk met bomen. Er wordt begonnen in een 3 liter pot. Die wordt uitgeplant in een kwekerij. Hierdoor kun je efficiënter omgaan met de grond. Er is gekozen om grasbanen te gebruiken, zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen toegepast hoeven worden. We hebben ervoor gekozen voor teeltzakken die je dicht kunt trekken aan de bovenkant. Hierdoor circuleert het water in de pot rond. Dus als het verdampt, dan komt het tegen de bovenkant aan en valt het weer terug. Ook is het donker in de zak, waardoor er bijna geen onkruid groeit. Een leivorm is een verticaal frame wat in de boom zit. Dat is een soort extra verlenging van je schutting. Een dakvorm is een horizontaal frame wat in de boom zit en dat is meer de groene parasol.